En toen schreef ik op een gegeven moment van, Heer, ik heb u echt nodig. U moet uzelf aan mij laten zien, want ik heb het gevoel dat u en mijn hele geloof door mijn vingers heen glipt. Welkom bij deze nieuwe zomervlog van Strong Life. In deze vlog neem je mee naar het mooie Surhuis te Veen waar we nu zijn. Want we zijn hier voor een zomerdienst. Een evenement van Compassion met een mooie dienst met Eline Bakker en Insalvation. En wij hebben er ontzettend veel zin in. Ik hoop jij ook. We gaan lekker genieten van de dienst. En na de tijd gaan we nog even zitten met Eline Bakker voor een leuke Q&A met vragen die jullie ingestuurd hebben. Wij gingen van hutje naar hutje om het evangelie te vertellen. En op een gegeven moment kwamen we bij een hutje. En daar stonden twee kleine kindjes. En ze zagen eruit als 1 en 3. Maar de buurvrouw kwam erbij en ze zei, nee, ze zijn 3 en 5 jaar oud. En ze zagen er helemaal onder voet uit. En die buurvrouw die vertelde afgelopen zaterdag, is hun moeder hier bij hun weggegaan dat ze niet wilde zien hoe haar kinderen van de honger zouden sterven. Kan je je voorstellen dat je zo in zo'n grote nood bent dat je je beide kinderen achterlaat. Dat je niet wil zien, dat je ze geen eens te eten kan geven. En op dat moment brak er iets. We knielden neer bij die kinderen en we gaven ze een kaakje, iets te eten. En je zag ze alweer een beetje opleven. En op dat moment was het alsof God zei, ja vet. Hier is waar mijn hart om huilt. Hier is waar mijn hart naar uitgaat. Hier is waar mijn hart van breekt. Hier gaat het over als het gaat om compassion. Als het gaat om splachnitsomai. Als het gaat om bewogenheid. Hier breekt en hier huilt mijn hart voor. Nou Eline, welkom. Ja. Leuk dat je even wat vragen wil beantwoorden van onze tieners. We hebben een poll gedaan op internet en aan de Strong Life volgers gevraagd wat ze van jou willen weten. Ja, ik ben heel benieuwd. De eerste vraag is, wat is je passie? Nou, ik heb wel de afgelopen jaren daarin wat dingen ontdekt. Ik zei altijd van jongs af aan, echt kinds af aan, zei ik zingen, dansen en acteren. Dat waren mijn drie dingen, altijd heel lang. Nou, uiteindelijk bleef zingen echt met vlag en wimpel daar bovenuit. Dat dansen en acteren is een beetje wat afgenomen sinds ik wat ouder ben geworden. Ouder. Maar, dus het was altijd zingen. Zingen, zingen, zingen. Alleen de afgelopen 2 jaar is er echt een passie bijgekomen. Dat is echt lied schrijven. Okay. En toen dat net begon, dacht ik al van dit vind ik echt heel erg leuk. En ik denk dat de afgelopen jaren daarin wel een soort verschuiving is geweest. Dus... het is ook zingen, maar haast wel de eerste plek gaat nu naar liedschrijven toe. Gewoon het schrijven van een lied dat er eerst nog niks is. En dat je dan gaat schrijven en dan met andere mensen erbij vind ik zelf heel fijn en mooi om te doen. Ja. En dat je dan gewoon uiteindelijk een lied hebt waar je zelf ook... en ik helemaal worship liederen schrijf, vind ik gewoon... dat is echt mijn passie. Dan zet je eigenlijk iets neer waar je ook naar terug toe kan gaan of zo. Om dat moment met God weer te herbeleven en te herdenken en... ja, dus liedschrijven staat eigenlijk wel bovenaan nu inmiddels. Okay. En dan tweede plek zingen. Ga je nog nieuwe huiskamerworships maken? Ze zijn zo mooi en betekenisvol voor mij, zei iemand. Nou echt, toevallig in de auto hier naartoe heb ik er nog aan gedacht. Kijk. Want ik hou er echt van dat, zeg maar. Gewoon die intieme en eenvoudige setting eigenlijk. Yeah. En gewoon worship. En, dus ik zou het heel graag wel nieuwe willen maken. Maar goed, het is gewoon heel druk. Kijk, we hebben het toen gemaakt in de tijd van de lockdown. Ja. Dat er toch niks anders te doen was. Ja. Dus toen dacht ik van, dit ga ik doen met Mark, de pianist. En die mixt het dan ook achteraf. Hè, want dat het geluid allemaal mooi gemixt is en zo. Ja. Dus in die zin komt er nog wel even wat bij kijken. Maar ik dacht dus van, nou ja, ook met de maatregelen hoe het nu weer gaat. Dat je denkt, oh, gaat weer alles op slot. En
wordt alles dan misschien afgezegd? Dan zit je dan een beetje over na te denken van, oh, mijn album komt eraan. Wil een tour gaan doen? Kan dat wel lukken? Dat weet je gewoon echt niet. Nee. En toen dacht ik van, nou, stel het lukt niet, dan ga ik gewoon weer huiskamersets doen. Nou, niet allemaal gaan bidden voor een lockdown. Geen huiskamertour doen. Ah, huiskamertour, ja. Nee, maar ik wil het wel heel graag. Want ik heb er zelf ook heel veel, niet aan mijn eigen worship sets. Die zet ik dan niet per se op om mee te aanbidden of zo. Maar ik ken andere worshipleiders, meer ja, Engelse, zeg maar, internationaal. Die zoiets ook doen. En ik vind het zelf ook heel fijn voor mijn tijd met God. Dus het helpt mij heel erg. Dus het is heel tof dat anderen daar ook veel aan hebben. Dus ik wil het heel graag. Maar er moet even tijd voor komen, zeg maar. Dat is een beetje het ding. Heb je wel eens twijfels gehad over het geloof? En waarover dan precies? Ja, ik heb heel erg getwijfeld. Ik heb, toen ik 16 was, ben ik tot geloof gekomen. Heel vurig en passievol, zoals ik dat nog steeds wel ben. Ja. Maar echt heel radicaal. Ik dacht echt van, al het andere kan me een worst wezen. Ik ga gewoon voor Jezus en all the way. En nou, dat ging jarenlang. Ik heb een DTS gedaan, een Discipleship Training School van Jeugd met Opdracht. Echt een half jaar apart gezet voor God om hem te leren kennen en bekend te maken. Dat is eigenlijk wat een DTS is. Later nog een DTS. Nou, dat gebeurt toch bijna nooit, dat iemand twee DTS doet. Nee. Deze dame wel. Ja, dat was dan samen met mijn man. Dus dat was ook heel bijzonder. En oftewel echt van go, go, go. Tof, tof, tof. En toen was ik 25. En toen ineens, door allerlei dingen, was ik het even kwijt. En het was wel een periode van ruim 3 jaar. Dus ik heb echt ruim 3 jaar gestruggeld. Want mijn hele leven is gebaseerd op mijn geloof. En ook op mijn passie en mijn enthousiasme. Dus als dat begint te wankelen, dan wankelt alles. Dus het was voor mij heel eng. Het was niet alleen van, oh, ik twijfel een beetje. Maar ik dacht ineens, oh jee, als dit wegvalt, dan wat moet ik dan met mijn leven überhaupt, zeg maar? Wat blijft er dan nog van mij over? Dus dat was een hele struggle. En ik twijfelde gewoon eigenlijk aan alles. Op een gegeven moment zelfs een punt dat ik heb gehad dat ik, dacht van, ben ik niet gewoon gehersenspoeld in mijn leven, hè? Van jongs af aan. Dus zover ging het bij mij. Echt geloofstwijfel. Echt diep. Ja, ging heel diep. En ik vond het echt heel naar, zeg maar. Ik werd er heel verdrietig van. Ik bedoel, ik heb altijd gezegd, wat er ook gebeurt, ik wil mijn passie voor u houden. En dat verloor ik juist, zeg maar. Maar was die passie dan puur gevoel? Is dat dan jaren puur gevoel geweest? Nou, grotendeels denk ik inderdaad dat. Want uiteindelijk ben ik na die ruim 3 jaar daar wel weer uitgekomen. En ik heb op een gegeven moment, ik schrijf altijd veel naar God toe. En ook in die periode heb ik heel veel geschreven. Dus ik kan heel goed zien waar ik eigenlijk doorheen gegaan ben als ik het nu teruglees. En toen schreef ik op een gegeven moment van, Heer, ik heb u echt nodig. U moet uzelf aan mij laten zien. Want ik heb het gevoel dat u en mijn hele geloof door mijn vingers heen glipt. En toen voelde dat ook echt zo. Maar achteraf weet ik dat wat er gebeurde, is dat alles wat ik van horen zeggen heb aangenomen als waarheid. Zo van, die zegt dat God goed is, oké, dan is dat mijn waarheid. Die zegt dit, oké, dan is God zo. Dat glipte door mijn vingers heen. En dat was heel eng, want er bleef maar een heel klein, inimini geloofje over. Eigenlijk bijna niks. Maar wat er overbleef, was wel echt en van mij. En dat was uiteindelijk wat nodig was. Dus ik ben ook God dankbaar voor die periode, omdat ik het toen heel eng vond. En dacht, nee, dit wil ik niet. Maar nu, wat er overgebleven was, was in het begin heel klein. Het was mijn eigen echte geloof, van wat ik echt zelf geloof van wie God is, wat hij gedaan heeft. En dat was klein en kwetsbaar. En voor mijn gevoel was het echt zo flop en het is weg. Ja. Maar God ging daar juist mee verder. Echt een mini geloofje van een mosterdzaadje. Daar bouwde God weer op verder. En nu, als ik nu zie hoe ik in mijn geloof sta, denk ik, oh, ik ben nu dankbaar daarvoor. Want het was inderdaad uiteindelijk heel vaak gebaseerd op wat anderen zeiden van wie God was. En gebaseerd op een soort gevoel en een soort idee, zo van, nou, ik werd heel enthousiast van het idee van Jezus, zeg maar. Van, nou, Jezus doet dit en dit, dat heb ik gehoord van die en die. Daar ben ik enthousiast over. Maar nu voel ik van binnen van, en nu word ik echt enthousiast van hem zelf, zeg maar. Heb ik het zelf, geloof ik het echt zelf. Yeah. Dus, nou ja, dat is in de 3 jaar gebeurd en ben ik nu dus heel dankbaar voor. We hebben Eline nog meer vragen gesteld, maar dat past niet allemaal in deze video. We zullen kijken of we hier nog een aparte video van kunnen maken. Maar voor we afsluiten heb ik nog even iets voor tiener- en jeugdleiders. Samen met de organisatie Zorg voor Jongeren hebben we de Livebox ontwikkeld. Het is een pakket met 10 video's en daarop aansluitende programma's voor complete tieneravonden over onderwerpen die actueel zijn in de levens van tieners.
Dus zoek jij nog een goed programma voor het komende seizoen? Ga dan nu naar stronglife.nl/livebox. Bedankt voor het kijken en tot gauw!